mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Games Reel. En in deze video heb ik iets fucking zieks gehaald op Infinite Warfare. Dus let's go, let's fucking go. Yo mensen, voordat ik ga beginnen met mijn verhaal, zien jullie op de achtergrond gameplay een infected potje op de map Retaliation, als ik het goed uitspreek. En we zaten hier infected te doen. Ik ga het ook hebben over deze gameplay. Dus zoals jullie al kunnen zien heb ik Infinite Warfare aangeschaft. Ik heb Infinite Warfare op de PlayStation. Ik ben altijd een PlayStation fanaat geweest. Ik speel dat echt. Ik speel alleen maar op PlayStation. PC doe ik af en toe wel eens. Maar dus als je mij een keer mee wilt doen met mij Infinite Warfare spelen, dat zou super tof zijn. Voeg me even toe. De Mr. Shark 11, het zal hier even in beeld staan. Oké, we gaan verder met de gameplay. Je ziet dus een infected potje op de map Retaliation. En ik speel met de Spas en met de handgun, ik weet niet hoe die heet. De Spas heet ook anders, maar het is de Spas eigenlijk van de vorige Call of Duty's, oudere Call of Duty's. Maar ik ging hier in ieder geval ziek op. We gingen echt fucking ziek. Ik zat in de party met Ayaton, met Jimmy en met Dominique. En wij gingen fucking ziek. Vooral ik, want ik was uiteindelijk de laatste survivor. En toen gebeurde iets fucking zieks. Jullie zien het vast wel aan de titel en aan de thumbnail waarschijnlijk. Maar oké, we gaan over het gameplay hebben. Je ziet me nu even een beetje in de bosjes zitten. We zaten een beetje te kutten. Hè. In het begin we dachten van, hè, dit is gewoon zo'n infected potje als normaal, weet je wel. Er gaan mensen dood, jij bent een beetje aan het kutten. Je hoopt dat je zo lang mogelijk kan overleven. Nou, we zaten dus in de party met 4 man. Op zich is dat best wel chill. Je kan maximaal maar in 3 man. Maar een van ons was dus gesessie joined. En dat gewoon... Ja, anders kon hij niet meedoen. En ik vind persoonlijk Infected... Ik vind persoonlijk Infected... Een fucking chill game mode. Alleen het kan beter in Infinite Warfare. Ik vind het een beetje kut... Dat je maar 1 class hebt. En niet bijvoorbeeld... 4 classes. Dat je gewoon... Een beetje random erin krijgen, weet je wel. Niet dat je alleen maar speelt met de spas en met de handpistool. Want dat is een beetje kut. Hier zie je al best wel veel mensen. Ja, we zaten niet meer zoveel mensen in de lobby. Maar met 10 of zo. 3 infected, 7 gewoon survivors. Maar ik vind het een beetje jammer dat er nog alleen de shotgun en de handgun is. Waarschijnlijk gaan ze dat echt wel fixen. Hoop ik in ieder geval wel. Want dat maakt het een stuk leuker, weet je wel. Want nu is de infected een beetje... Niet langdradig, maar het is hetzelfde. En ja, dat is gewoon een beetje jammer. Maar oké, hier zie je me bijna doodgaan. Ja, ik wist niet wat ik ging halen in dit potje. Maar dat was echt sick, jongen, op een gegeven moment. En wajo. We zitten hier trouwens achter in de map te campen. Hier heb je een mooi overzicht over de map. Je kan naar rechts verkijken. Midden kan je verkijken. Links bij dat kerkhof wat je nu zag. Dat is wel een beetje een kutplek. Maar daar hadden we allemaal tripmines gegooid en zo. Dat was niet zo'n big deal. Daar ging Jimmy trouwens dood. En ja, we gingen dus steeds meer dood. Het is nu al 5 tegen 6. Dus wij waren al in de minderheid. Ik weet niet, volgens mij was ik met Dominique. Daar sta ik hier achter. En daar kwam Jimmy aan. Het was een beetje... Het werd echt druk op een gegeven moment. En er gingen best veel dood. Wij zaten wel veel te bewegen. Maar ze bleven maar terugkomen. En ik vind persoonlijk die... Throwknives, daar ging Dominique trouwens. Ik vind die throwknives fucking kut. Het is natuurlijk nodig voor... hoe heet dat? Voor infected mensen. Maar ik vind dat ik... Ja, het is een, ik weet niet. Maar op een of andere manier word ik er een beetje vaak door gekild of zo. Ik weet niet. Of ze gooien te rennen en zo. Ik weet niet echt. Maar ja, dat is nou gewoon, weet je. Het is infected. Ik vind niet dat ze het eruit moeten halen, maar... Het is een beetje kut. Zoals je nu ziet, is mijn team nog maar met 4 man. Ik dacht, ik ga er weg, want daar kwam iedereen op een gegeven moment. Ik ging naar mijn teammates toe die hier aan de andere kant zaten. Ik weet niet hoeveel streak ik zat. Daar ging ik bijna dood trouwens. Ik ging fucking beast. Dat zou ik één ding zeggen. Dat is gewoon waar. Ik ging hier achterin zitten. We waren nog maar met z'n 3 tegen 8 man. Het is niet een full infected lobby, want er zouden nu iets van 15 man tegen me zijn. Dus dat was het chillen aan dit potje. Dat ik maar weinig enemies had, waardoor ik meer overzicht had van... Hè, oh, die komt hier rechts, dan kan ik... dan komt er niet gelijk iemand links, weet je. Dat was best een kleine kans. Zoals je nu ziet, ben ik nog maar met 1 iemand infected. En ik ging fucking lekker. En op een gegeven moment zag je Jimmy een beetje... Kijk, hoe heet dat? Ik zat op mijn streak. Kijk, je zag net een medal in beeld. Want ik wou zeg maar die nuke, hè, die atomizer strike wou ik halen. Dus Jimmy en zo, die ging een beetje...
ja, ze probeerden niet echt mij te killen, weet je wel. Want ik dacht van, hè, gun alsjeblieft mij die streak. Ik ging hier bijna dood. Maar natuurlijk zijn er nog wel veel... Kijk, hier had ik hem trouwens. Volgens mij heb ik hem al ingeroepen. Nuclear staat in beeld. En ik had één gekke streak. Hier zie je ook natuurlijk de Atominaïsche strijk afgaan. Wordt helemaal oranje. Hier kon ik nog doodgaan trouwens. En naar de... Kijk, je ziet trouwens... Hij gaat nu af trouwens. Holy shit, dat ziet er echt sick uit. Ik vind echt dat ze het vet hebben gedaan. Die knife. Kijk, je ziet hier fucking veel kills in beeld. En er was één gekke killchain ook nog. Hè. Je ziet hem hier ook in beeld. What the fuck. Ik had een killchain, een Atominaïsche strijk... En een fucking nucleair in één potje infected. Ik had in totaal een 47 killstreak. Dat zul je straks wel zien. En ik weet niet, maar mijn hart en alles, dat ging helemaal flippen, jongen, toen ik het had. Hier mocht trouwens de Jimmy en zo mochten mij weer proberen te killen, weet je wel. Want ik had toch het gehaald. Hier ging mijn richtpunt de lucht in. Dat was een beetje raar. Maar kijk, ik dodge alles en zo. Dat is best wel raar. En ik vind dat ik het best wel goed heb gedaan. Ik ga weinig dood. Ik kill nog best wel veel man na die Atominaïsche strijk. En ik was de final survivor. Er zijn ook wel mensen geliefd. En ik ging echt bruut, jongens. Ik weet niet wat ik doe, maar ik vind het zo awesome spel. Gewoon hoe het in elkaar zit ook. Het speelt lekker snel. Waarentegen ik eerst dacht dat COD 4 altijd de leuke was. Maar dat campen, dat vind ik echt niet chill. Hier killde ik nog Jimmy voor bijna, ja, volgens mij voor mijn laatste kill, dacht ik. En dan ging ik hier, oh, ik kill nog iemand. Nou, ik ging hier ergens dood, in ieder geval door deze guy of zo. En ja, ja, dit was maar één van mijn streak. Ik hoop dat jullie deze video tof vonden. Ik heb een fucking die Atominaïsche strijk gehaald. En holy shit, dat was echt sick. Vind je deze video leuk? Vergeet dan zeker een duimpje omhoog achter te laten. Zou ik super tof vinden. Like deze video net dus. Dat is hetzelfde, waarom zeg ik dat? Abonneer op mijn kanaal en zeg toch bij de volgende video, jongens. Later, mensen.